Op zo'n schitterende dag zelf rijden. We zijn net een klein zijweggetje ingeweest en ja, dan zie je gewoon paarden in het water en dan stop je gewoon. Ga je uit te stappen en naar het water toe foto's maken. Kortom, genieten. En boven op de pas, het is hier 3030 meter en het wordt heel duidelijk aangegeven op het bord. 3030, heel makkelijk te onthouden ook. We zien hier overal groene valleien, waar de nomaden met hun typische Mongoolse tenten en Kirgizische tenten staan, met hun vee, altijd op zoek naar groene grasvlakte. Ze trekken 4 keer per jaar naar andere gebieden. Ze gaan eigenlijk mee met het seizoen. We gaan straks een echte nomadenfamilie bezoeken. Gaan we kennis maken met de gastvrijheid en ook paardrijden. Thank you.
Ga naar de nomaden toe. Bezoek brengen aan de nomaden. Zomaar bij mensen binnenlopen. Daarom heb je natuurlijk een gids bij je. Zo hebben wij Serk, die doet eerst een introductie, kijken of het goed is en dan gaan we met hem naar binnen. Nee? Iedere keer weer word je getroffen door de gastvrijheid van mensen onderweg, hè? Nou, hier zie je dus weer die mooie joert. Met dat vilt. We zagen al eerder in Oezbekistan die joert, maar daar zat katoen omheen. Hier zie je echt het vilt aan de buitenkant. Prachtig gemaakt. Het vilt. Daarbinnen kan je ook heel goed die constructie zien. Can we go in? Yes. I have to take off my shoes. Zien die houten constructie, die traphekjes die je uit elkaar schuift, waar dan die gekromde palen in staan. Echt heel mooi gemaakt. Twee mannen kunnen zo'n joert in 40 minuten opzetten. Deze sierkleden zijn ook van vilt gemaakt, met prachtige motieven. In ieder land zijn die motieven anders, maar wel dezelfde kleden, dezelfde vilt. Zoals in Kazachstan, Mongolië. Maar hier in Kyrgyzstan heb je typische motieven, die weer staan voor Kyrgyzstan. Nou, heel decoratief, met die kleuren. Je kan het ook kopen, vaak verkopen mensen dat. En zo help je dus weer met dat community-based toerisme. Dat doen we altijd met onze groepen, we gaan lokale mensen bezoeken, dus ook lokale nomaden. Dan laat je wat geld achter, neem snoepjes mee voor de kinderen, wat speelgoed. En je maakt iedereen gelukkig. Oké, zo. Kunnen ze vertellen wat dat is? Dat is de yoghurt? Dat is de yoghurt. Ayran. Ayran. Is het van de cow? Cow. Yoghurt. En ze maken hun eigen boter. Ja? Zane. Ja. Wat is dat? Tomaten? Ja, dat is tomaten. Ketchup. Nou, was weer gezellig. Dankjewel. Nou, afscheid nemen. Altijd even wat geld achterlaten, dat is wel zo aardig.